Het hartslagmeter honden-onderzoek. Het is 7 uur in de ochtend en we gaan testen. De Polar OH7 Optico Heart Rate bij Genie. De Polar H7 bij Marco. Ik heb beide apparaten al eens met het spinnen getest. En de apparaten waren ten opzichte van elkaar zeer nauwkeurig. Maar bij dit onderzoekje is de grote vraag. Kun je de OH7 door je hond laten gebruiken? Voor alle andere kunstjes van de OH7 moet je maar op polar.nl kijken. Wat voor dit testje belangrijk is, is... Houdt hij de hartslag goed bij? Hoe is de hartslag bij een hond? Houdt hij de snelheid en een kilometers goed bij? Sluit het apparaat goed aan om de heup? Heeft de hond er, tijdens en na het lopen, hinder van? Op beide telefoons heb ik Polarbeat geïnstalleerd. Nou Genie, ben je er klaar voor? Ik doe de hartslagmeter om de heup. Want daar zit ook een grote ader. Op die plek is haar lijfje ook een beetje kaal, zodat de sensor goed contact maakt. Ik heb het ook om haar nek geprobeerd, maar daar gaat de meting vaak naar 0 bpm, vanwege de vele haren. Hij zit goed. Het bandje staat op zijn grootst. Voor grotere honden moet een andere oplossing gezocht worden. Echter, je kunt de houder van de sensor ook loskoppelen, maar dan moet het bandje doorgeknipt worden. Daar gaan we dan. Na de eerste kilometer valt me op dat Ginny een veel hogere hartslag heeft dan mij, dat wist ik helemaal niet. Na 1 kilometer de Polar OH1. Na 1 kilometer de Polar OH7. Na 2 kilometer de Polar OH1. Na 2 kilometer de Polar OH7. Na 4 kilometer de Polar OH1. Wauw, Ginny zit al op 500 calorieën verbruik. Na 4 kilometer de Polar H7 ik op nog niet de helft. De OH1 is waterbestendig, dus ik maak me niet druk. Ook kan hij tegen een stootje. Na 6 kilometer de Polar OH1. Na 6 kilometer de Polar H7. Na 8 kilometer de Polar OH1. Na 8 kilometer de Polar H7. Na 10 kilometer de Polar OH1. Na 10 kilometer de Polar H7. Na 12 kilometer de Polar OH1. Na 12 kilometer de Polar H7. Na 14 kilometer de Polar OH1. Na 14 kilometer de Polar H7. Totaal na 15 kilometer. Beide toestellen hebben de hartslag juist gemeten, ook de kilometers en de snelheid zijn correct bijgehouden. Dit heb ik op de achtergrond met Rumkeeper gecheckt. Bij Ginny heb ik ook geen schuur of andere irritatieplekken kunnen vinden. Nou is Ginny niet snel, maar vandaag was het tempo wel erg laag. Dit kan ook door de warmte komen. De G heeft bijna 2 keer zoveel calorieën verbrand dan ik. Zij krijgt vanavond een extra konijnenoor.